Mijn naam is Rita Doten en als voorzitter van de TAT Kunstgroep mag ik u hier namens alle bestuursleden van harte welkom heten op de opening van de tweede expositie van de TAT Cultuurprijs. De aanmoedigingsprijs is voor mevrouw De Jong uit Biddinghuizen. De nummer 3 is voor meneer Bertus Rechterschot uit Oosterwolde, met de tuin van Monet. De tweede prijs is voor Anneke van der Molen uit Nunspeet, met Ik Kleur Je Wereld. We gaan naar de eerste prijs, en die is voor mevrouw Hetty Barneveld uit Nunspeet, met Masai. Ik ben Rita Dokter, ik ben voorzitter van de kunstgroep De Talte hier in Oldebroek. We bestaan dit jaar al 5 jaar en dit jaar hebben we de tweede keer de Talte Cultuurprijs. En dit is bedoeld voor mensen, amateurschilders, die hun werk dus hier tentoon kunnen stellen. En dat ze dus juryrapport krijgen, een jurybeoordeling van 4 juryleden. Dus elk schilderij wordt beoordeeld door deskundige juryleden. Ze krijgen kritiek, maar dat is niet de bedoeling om het af te breken. Maar het is juist de bedoeling om positieve kritiek te geven, waar ze wat aan hebben en daar ze wat mee verder kunnen in de toekomst. U ziet het, we hadden dit jaar 65 inschrijvingen. Dus het was heel erg leuk weer om te doen. Ze hangen hier door de hele Talte verspreid. En er wordt veel bezocht ook. Dus het is wel leuk, al die belangstelling ervoor. We dachten dat we de meeste kunstenaars uit Oldebroek, de gemeente Oldebroek, zouden krijgen. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. We hebben ze dit jaar ook uit Kampen, uit Hattem, uit Wezep, Oosterwolde, Oldebroek, Nunspeet, Tharde, Biddinghuizen, Dronten. Dus het is echt ook wel buiten de gemeente Oldebroek eigenlijk. En dat een grote opkomst is. Ik ben er heel blij mee. Want het zou zo vervelend zijn als je maar een paar mensen zitten. Dan doe je het niet goed, denk ik. Dus en ik hoop ook dat volgend jaar dat we weer zoveel inzendingen krijgen. En dat de mensen zo enthousiast blijven. Dat is onze hoop. Hoe lang blijft het hier hangen en wat doe je daarna mee? Of zijn er nog meer elders exposities? Nou, deze schilderijen blijven tot 24 november blijven deze hier hangen. En dan na die tijd komen hier weer andere exposities. Nou, tot slot, als iemand zegt van ja, maar dit kan ik ook. Wat moeten ze dan doen? Waar kunnen ze zich vervoegen? Nou, u kunt altijd ons aanspreken daarover. Wie is ons? Mijn naam is Rita Dokter dan en van de kunstgroep De Talte. En u kunt mij bereiken op mts.dokter@kpnmail.nl en bij de Jan Hamminga, maar daar weet ik even zo het e-mailadres niet van. Maar als u mijn naam googelt, dan komt u wel bij mij terecht. Mijn telefoonnummer staat er wel bij. Heel graag gedaan. Oh, ik vond het hartstikke leuk dat ik vorig jaar de prijs won. En toen ik het juryrapport las, dacht ik van wauw, weet je wel. Dus dat had ik echt niet verwacht. Dus dat geeft natuurlijk wel een hele stimulans. Zo van, ik heb toch iets wat ik zelf mooi vond en gepresteerd. Wat een ander ook gewoon mooi vindt om naar te kijken. En nu? En ik heb zoiets, ik wil graag ook verschillende dingen doen. En ik heb dus nu een drieluikje van handen gemaakt. Omdat ik handen sowieso, ja, je bent ook met je handen bezig als kunstenaar. En wat had u vorig jaar? Wat was dat? Ja, een landschap. En dat was dus echt een avondlucht met de IJssel. Ik had eigenlijk alleen maar meegedaan omdat ik wel benieuwd was wat de jury van mijn werk zou vinden. En eventueel daar wat van op te steken. Ja, weet je, ik ben zelf meerdere keren in Afrika geweest. Dus ik was heel erg onder de indruk van het feit dat Maasai mensen zo samenleven met de natuur.
Vandaar dat ik dit schilderij gemaakt heb. Ik heb begrepen dat het beeldje door meneer Bultman gemaakt is. Zo te zien zit het op, is het een persoon die op een schommel zit. Ik ben er natuurlijk hartstikke trots op dat ik die gewonnen heb. Mooi. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat vindt je dochter ervan? Ik vind het ook heel erg leuk, want het is mijn moeder. En misschien betekent dat wel dat ik dan ook misschien wel creatiever word met schilderen en zo. Wil je dat graag? Ja, alleen ik heb er niet zoveel geduld ervoor. Ah. En geweldig dat ik de tweede prijs heb mogen ontvangen. Okay. Ja. Dat is met dit werk? Ja, dit is dit werk. Ja. En het heet Ik kleur je wereld. Het gaat over een clown. En voor mij is dat ook de essentie van de clown. Dat hij je wereld eigenlijk mooi wil kleuren of even wil kleuren. Dus dat er iets speciaals even gebeurt. Dus en vandaar... Wat heb je met clowns en waarom? Ja, ik heb mijn leven lang een aantrekkingskracht met clowns gehad. En ik werk zelf nu 4,5 jaar bij de Stichting Kliniek Clowns Nederland. En de clowns hebben gewoon mijn passie. Dus dan gaat het ineens weer wat vlotter en dan stopt het weer. Dus het is... ik kan niet zeggen hoe lang ik hier nou over heb gedaan. Nee. Ik heb vandaag meegedaan voor de tweede keer aan de Talter Cultuurprijs. En ze hebben me voorzien van de derde prijs. Daar ben ik erg blij mee. Ook erg trots op met deze aquarel. Die aquarel heet De Tuin van Monet. Die heb ik een aantal jaren geleden gemaakt. Nadat ik die tuin van Monet in het Franse Giverny ook werkelijk bezocht heb. Op een prachtige, zonnige, windstille dag. En dat was buitengewoon inspirerend. En dat is ook de reden dat ik deze dit jaar heb ingezonden. En is door de jury blijkbaar goed gewaardeerd. En daar ben ik best trots op. Gefeliciteerd. Dankjewel.